vrolijk zijn. Goeiemorgen zonneschijn, zing maar lekker mee met mij. Goeiemorgen zonneschijn, je kan maar beter vrolijk zijn. Goedemorgen. Ja hoor. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, zonneschijn. Nou, goedemorgen, goedemorgen, zonneschijn. Mens, wat kijk je weer gezellig, een beetje lachen, doet geen pijn. Goedemorgen, 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 zonneschijn. Je bent heel mooier met een glimlach, je kan maar beter vrolijk zijn. We gaan het inpakken allemaal een beetje. De laatste dag vandaag. Gaan we, ja. gaan we nog zoeken vandaag? Ik ga nog even zoeken. We gaan nog even een keer proberen. Dat stelt u toch wel, hè? Zeker. Ja. Ik ga drie keer bij jou hangen. We zijn maar één keer. Jij als specialist, ik kan de dingetje goed instellen voor me. Ja. Misschien vind ik wel ook een mooie hemmerik komen. Kom maar goed, ik hoop het, hè? Ja? Oké. Okay. Kom maar goed. Mijn doosje weggooien. Goedemorgen. Goedemorgen. Nieuwe brandstof. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Goedemorgen Rob, onze survival-expert en onze detector-specialist. We hebben niks te klagen. Hey, we zijn nu drie dagen verder geloof ik. Ja. Drie, dit is de derde dag. En dan hebben we nog een reisdag. Het bevallen? Ja. De ploeg? Ja, daar hoef ik niet over na te denken. Okay. Super. Ja. Gezellige mensen, dat je elkaar lekker in de waarde laten, elkaar niet dwars zitten. Ja. En we hebben hele mooie vondsten gedaan, we hebben super mooi weer. Dat kun je heel duidelijk hier zien. Ja, het is flink verbrand. Ik zal nog heel even één keer voor de camera. Let op. Kijk jongens, Rob is net zo'n Engelsman. Een witpoten en die zijn nu helemaal rood. Ja. Ja. Dus vandaag blijft... Verwacht je dat er vandaag ook wat moois komt of blijf jij lekker hier? Ik ga in eerste instantie lekker een beetje opruimen, kamp opruimen. Ja. Ik ga de jongens nog even helpen om de bus in te pakken, de mijnlab tent op te ruimen. Mm-hmm. En... Nou, als er dan nog wat tijd is, dan ga ik nog op de velden van de eerste dag ga ik nog even zoeken. Okidoki. En dat is leuk. Ook niet zo beter lopen, hè? Nee, ook niet. Nee. En Bas en Leanne die gaan wel naar de nieuwe velden toe vandaag. Ja, ik ga met ze mee. Gezellig. Laat ik bij jullie echt bij jullie hangen, want... En dan... Ik ben ze namelijk al drie dagen iedere keer kwijt, dus... Kan ook naar mij komen natuurlijk. Ja. Nou, ik heb mijn spullen bijna ingepakt. Ik laat mijn tankje nog even staan. Ik kan alles daar nog even in. Ja. En het opruimen van die tent, dat is met een minuut gebeurd, dus... Heb je er weer zin in? Jazeker. Ook weer mooie dingen gaan vinden straks? Nou, hopen we, hè. Ik hoop wel echt wel wat te vinden. Prima, we moeten kunnen terugkijken op een heel geslaagd... vakantie, hè? Midweek vakantie. Ja. Kijk, staat er eentje bewijsmateriaal te vernietigen. Hey, goedemorgen allemaal. Nou, we zijn allemaal weer ontwaakt en... we zijn nu langzaam onderweg naar een veld. 24, dus zijn wat velden weer weggevallen, omdat mensen daar toch al gezocht hebben. Heb ik begrepen. Dus we gaan nu lekker onderweg. Ja, je moet oppassen, want de auto's rijden hier allemaal van allemaal keihard. Zo. En nu gaan ze wat langzamer. Hoi joh, was je achtergebleven, man? Ja, ik moet even het vuil weggooien in de prullenbak. Mijn tasje is wat waar, hè? Ja. Hoi, good day sir, how are you? Good day, morning. Right? Morning. Hello again. Hey, hey, hello again. Yeah.
Nou, we zijn bij het zoekveld aangekomen. En ja, er staan een hoop mensen voor ons inmiddels. Maar we gaan lekker met z'n vieren zoeken. Good day, sir. Good day. Hallo. Zo. So. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Old hammer of coins. Hè? Nou, een kleine vondst, 26 komt hier binnen. Leg wel hoog, dus ik verwacht er niet te veel van. Het is laag, dus het is... Het zal iets van ijzer zijn dan. Ja. Je weet het nooit, hè? Stukje lood. Nou, signaal 30. Gaan kijken. Oh, bijna met de camera. Zo. Signaal 30, we gaan eens kijken. Moet in de cloud zitten. Netje, mijn netje. Een klein hoekje. Nee, dat gebruikten wij vroeger om de ramen vast te tikken. Ik heb een gatsverbinding. Wat een bende. Afijn. Lekker. Of niet? Ja, dat weet ik. Ik heb die dingen nooit gezien. Dus. Ik zeg een oorlogsmuntje. Of niet? Kijk jongens. Kijk. Hey. Laat hem eens even voor je... Ja, nee. Ik maak zo'n foto. Hey, heb je mooi gevonden? En hoe kwam je mooi binnen? Ja, 28 dacht ik een beetje. 28, oké. Okay. Ja. Ja, nou ja, je gaat wel met iets wat een leuk aandenken naar ja, huis, toch? Absoluut. Ja, dat was de opzet. Ja, toch? Dus, ja. Hey, nou, derde zoektocht. Ik ben in Engeland aan het zoeken natuurlijk. En derde dag. Laatste dag. En ik denk, ik ga bij de bomen kijken. Er staan allemaal boompjes achter mij, midden in zo'n veld. Is het ook al afgezocht, maar toch vind ik hier een... Een muntje. Een ja. Ik denk een sixpence of zo is, weet ik veel. Maar in ieder geval is een Engels muntje wat mee naar huis gaat. Ga op naar de volgende vondst en hopelijk vind ik ook een keer een hammerhead. Tot straks. Tja. Ons Engeland avontuur. Nou, we hebben weer lekker gezocht. Hebben we heel mooi gevonden allemaal. Ja jongens, ach jongens. Kistje zit helemaal vol met van die Engelse munten, man. Nou, je wil niet weten wat, joh. Dus als je volgend jaar mee wil, zal ik je maar gauw inschrijven. Want vol is vol, hè. Het emmertje vol. Ja, moet wel eerlijk blijven natuurlijk. De Engelsen zeggen 5 is empty. Ja, 5 is empty. Hallo. Hallo. En we gaan weer terug, we zijn weer terug aan het lopen. Maar daarheen hadden we mazzel, hebben we een liftje gekregen. Maar nu terug op het heetst van de dag. Ja, al die stappen die we gemaakt hebben inmiddels. Toch nog wat muntjes gevonden. En we gaan nu lekker ons opfrissen, wat drinken. Tentje opruimen. En, hé hey jongens, mooi zoekveldje. Adoe, ik ben kapot, ik geloof het wel. Next up, the Nocta Macro Starter Accessory Package. It's a dark orange, 243. There was a bit. 243. Good answer. Do you have a picture? Yeah, of course. Thank you. Next up, the composite cleaning penciling kit.
Is orange 139. Orange. Yeah. Oh, there we go. I should win something. Oh, no. First time ever. Yeah, of course. Yep. Okay. Yeah. Thank you very much. A picture. Of course. Next up is a profine pointer. Thank you, sir. Orange 157. De loterij vindt nou plaats en daar ja, gaan we nog even naar kijken. En wie weet wordt er op de Nederlandse groep ook nog wat gewonnen. Next up, with headphones. We don't hear it in the field. It's a dark yellow, 40. Tomek, możemy być fair? Nie, Hey! Hi! It's a dark yellow 303. Yep. There we go. Should have been a spade. Big. Go on there. Is orange 111. We have to check the colors. Yeah, that's one. Can I have a ticket, please? Yeah, can I? Thank you. Cheers. Good. Cheers, guys. The Vanquish 540. Yeah, it's not so bad. Thanks. Vanquish 540. Next up, the Vanquish 540. Is a light yellow. Light yellow. Light yellow 371. Next up, Mineland Pouch! Orange ticket, 76. 76. orange. Next up, premium digger trowel. Orange 3 1 2
312. 312. No. Komt later. Yeah! Everybody. Wave. Yeah! Crazy Dutch man, huh? Proud wave. Okay, another chance for a Vanquish 340. Is there any more children left with tickets? Is a dark yellow 175. Well done, young man. Have a little picture. Brilliant. Well done, young man. Again, orange. 426. 426. Please go. No shade. Okay. Yeah. Picture. Thank you. Detecting headphones. Dark yellow. 265. En zo worden er nog veel meer prijzen verloot. Je hebt mensen die zijn gelukkig, zijn mensen die worden niet gelukkig. En ja, maar wacht hè. Dus ik ga naar achteren toe. En bye bye everybody. Bye bye. En hier is Manticore winnaar straks. Dat zou mooi zijn, zeg. Dat gaat lachen zijn. Zo, even bijkleuren mijn hoofd, want ik heb de hele drie dagen die pet op gehad. En ik denk dat het tot hier bruin is en dat de rest allemaal wit is. Maar ja, ik zie het zelf niet. Loterij is geweest, alle prijzen zijn eruit. Gelukkige winnaars allemaal. Ik heb niet alles gefilmd. En wij gaan zo meteen de boel inpakken. Gereed maken om naar huis te gaan met de bus. Dus onderweg zal ik nog wat plaatjes maken. En dan hoop ik toch wel morgen om 7:00. Nou, en dan nog een half uur naar huis, dus 7:30 thuis te zijn. Ja, en misschien nog wat te kunnen slapen in de bus. Bas, de ouders van Bas. De ouders van Bas willen, de ouders van Bas. Bas een koala, Bas wil graag uit de ballenbak en naar huis. Bas wil graag uit de ballenbak en naar huis. Ik zie dit. Wij gaan nog eventjes het veld op. Want Rob die heeft daar een schat verstopt. Er zijn echte schatgravers. En wat gaan we zo meteen doen? Ik ga kijken. We gaan op fossiele jacht, hè? Fossiele jacht in Engeland, jongens. Hoef je niet verder zoeken. Ja, die liepen er genoeg, maar oh, jij zegt het nou weer, dat mag natuurlijk weer niet. Nou, we lopen hier naar beneden. We gaan. We gaan op zoek naar gebroken botten. Nee, dat is heel lief. Ja, het gaat wel goed. Het gaat wel goed. Oh, op zijn klompjes. We zijn het en we kunnen hier even op zoek gaan naar, weet ik veel hoe die dingen heten. Belemnieten. Belemnieten. Een stalagmieten. Belembel. Nee, belemniet. Ja, maak jij maar nog een dammetje. Hier, kan ik nog een keer spoelen. Goed. Rob die gaat er zelf in.
Tuurlijk, water is water. Je bent een duiker of je bent het niet. Ik heb ijzer gevonden, kijk. Nou, je moet het hier opscheppen, dan loopt het er zo in en dan blijft het goud blijft allemaal in die dingen in de richel zitten. Hier zouden dus fossielen moeten liggen, haaientanden en dat soort spul. En gisteren is er al heel wat gevonden. Dus we gaan nog even kijken. Hoe is deze? Hier, kijk eens. Romeins. Zie je? Ja, kijk. Romeins. Jongens, kijk toch eens. Ja, meteen meenemen voor drie hebben. Klikken er zo op de grond weer. Hey Rob, je hebt hele rode benen, kom eruit man. Ja, ik onder de kou. Je ruikt onder de koel. Zal ik het doen of zal ik het niet doen? Nee. Dat is ook wel weer mooi, ik bedoel. Nee? We zijn fossielen aan het zoeken. En Rob die denkt van ik trek mijn kleding uit. Dan kijken jullie eens. Zo, van camera geswitcht wat je op de camera zit. Helemaal vol, 128 gigabyte aan beeldmateriaal. We zijn nu aan het opruimen. En deze camera heeft geen mod, dus de microfoon is wat minder. Jullie zullen wat meer last hebben van de wind, denk ik. Maar goed, luister. We gaan de tent gaan we opruimen, of zo. En eerst alle haringjes eruit, hoppakee. Nou, ik ga de jongens even helpen, want ben ik ze wel verschuldigd. Adoe. Afscheidscommissie. Zo. Nou, luidjes, we gaan weer richting Nederland met onze gezellige chauffeur. En we gaan kijken of we aankomen straks. Houtjes. Allemaal een paspoortcontrole. Iedereen zijn paspoort mee? Oostfriese kant is dat, hè? Je past erbij, je. Allemaal controleren even. Je past erbij, je. Oké, ja, maar heb je er wel eens een beetje hier? Ja, want paspoort bij je. Paspoort. 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 Ja, paspoort. Hallo, hallo. Zijn we aan boord, jongens? Paspoort, jongens. Controleer het even, jongens. Kom maar zitten. Misschien zien we elkaar op de boot. En anders wel een goede reis. Ja, dat is over hier, zeg maar, met Mieke aan boord. Heel veel indrukken gehad inmiddels en die doen niet van zijn tukkie. Ja. Robbie ook bijna, die was binnen de weg gevallen. Hey jongens, hallo. Hoe hebben jullie het weekend ervaren? Ik vond het fantastisch, super gezellig. Ja? Jo. Oké, en nog een bijzondere vondst gevonden? Ja, twee zilveren muntjes, dus het maakt niet klaar. Kijk, Hamid of... Geen Hamid, gewoon helaas niet. Nee. Ja. Maar het ging uiteindelijk om de sfeer, die was uitstekend. Dat was super. Ja, bier was ook lekker. Die appels zie je er ook, hè? Ja. Dat is ook wel goed. Ja. Ik hoop dat die meisjes hem open, want het is een andere kooptrap, maar goed. En hoe heb je het ervaren? Heel gezellig. Ja, heel gezellig. Je voelt je helemaal in vakken zeker? Als het weer is, dan op een ander plekje.
ander plekje, met name andere velden, maar wat meer. Andere velden, ik leus al leeggetrokken. Gelukkig. Hey. Hey, hallo. Ja, ken je me nog? Ja, zeker. Hoe kan het nou? Ja, je bent overal te vinden, jij. Oh, jou kom je 20 keer per dag langs. Oké, toch? Geweldig. Top gaat, top gaat. Je hebt het ook top gehad? Ja, wel. Ik ben even die zand, de mening aan het peilen, weet je wel. Voor je volgend jaar. Zijn er nog verbeterpunten? Aan de locatie, vaak maar bij die voor. De locatie, ja. Mensen zijn goed. Andere locatie in ieder geval. Ja. Maar iets meer, iets minder mensen op een veld te maken. Iets minder mensen op een veld, terwijl er zoveel zoekgroep was. Oké. Oh, nou, jij slaapt niet, hè? Ja, ik slaap bijna. Ik hoef jou niks te vragen dan. Nee, dat is fantastisch. Ja. Ja, super. Oké, dokie. Hoe heb jij het ervaren? Ja, was heel gezellig. Ja. En verder? Verder hoop ik volgende keer wat meer munten te vinden. Ja, nog andere verbeterpunten? Nee. Toch misschien tips? Ja, misschien regen is volgende keer wel lekker. Goed. Hij vond regen, ja, wat warm, joh. Ik naam het, joh. Hij vond regen de volgende keer wat lekkerder. Heb jij dat ook? Vind jij dat ook leuk? Of, Nee, doe mij maar lekker zonnetje. Ik heb er geen last van. Ik ben iets rooier geworden, maar ja. Is er lekker bijgekleurd? Ja. Lekker bijgekleurd. Ben je aan het drinken? Koffie. Met cognac? Nee, gewoon koffie. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, blijf wakker dus. Ja, voorlopig wel. Nou, goed, gelukkig. Ja. Zo. Heb jij nog wat te zeiken? Dan ga ik zo wel zeiken. Fantastisch. Je hebt ook mensen in gehad? Gelukkig toilet vlakbij. Het was fantastisch. Okay. Ja, fantastisch. Genoten van alles. Ja, van alles. Gelukkig. En jullie heren ook genoten? Ja, zeker weten. Ja. Fantastisch. Mooie vondsten, mooi gebied, mooie mensen. Leuk. Leuk om elkaar te leren kennen ook, toch? Oh, ja, ook mensen kennen mij wel, maar ik ken de mensen allemaal niet. Dus gezellig met elkaar, toch? Hartstikke mooi, jongen. Nou, ook nieuwe gezichten leren kennen. Fantastisch, jongen. Hoe het ook naar de zin gaat? Ja, het was geweldig, hè? Ja, mooi kunnen zoeken. Drie heerlijke dagen. Fantastisch. Hè? Vond je van het landschap? Beautiful, is dat mooi. Ja, ja. Wat vond je van Matthijs en zijn co-noten? Ja, het was ideaal, perfect geregeld. Die mensen hebben hun best gedaan. Oké. Voortreffelijk. Goed zo. En spannend? Sowieso. Sowieso. Ja, ik zie het nu aan het lezen. Historie. Oh ja, dat ken ik. Ja, dat mooi. Dus, ja, verdiep je in de zoekplekken natuurlijk ook. Sowieso. Als je normaal op een akker gaat zoeken, dan ben je echt... Onderzoek. Dus we moeten de volgende keer gewoon met jou meegaan. Of niet? Nee, ik zal het wel delen hoor. Okay. Maar onderzoek is het belangrijkste. Ja, ja. En hadden ze het hier ook gedaan, denk je? Dat denk ik wel, ja. Ja, hè? Dat denk ik wel. Helaas dat het wat tegenviel op de velden waar we waren, maar dat wil niet zeggen dat het niet ter gelegen zou hebben. Nee, precies. Precies. Dus, nou, we hebben ons best gedaan en nu is toch hem en hij het gevonden en andere vondsten. En volgende keer beter. Dus je gaat de volgende keer mee. Zeker weten. Fantastisch. Ja, ik wil je niet wakker maken hoor, maar jij hebt het naar je zin gehad. Dus, zeker weten. Heb ik al een paar keer mee gehoord. Dus, nou, toppie jongen. Volgende keer ga ik even. Ik wil even door. Ja, lekker gezond. Ja, lekker gezond. Lekker gezond, zei je. Ja, gezond? Gezond, ja. Goed naar je zin geweest. Jawel, lekker weer. Ja, fantastisch dan, een beetje warm. Ja. Dan gaan we nou even lekker uitrusten, hè? Ja, we gaan even mijn ogen dicht doen. Ja, is goed. Dan zal ik je verder niet meer lastig vallen, hè? Ik kom vanavond wel een keer met je lamp langs. Ja, iemand zei maar zo'n munt. Ja, ik zie al dat jij... Oh, dat is van modelmunt waar ik het over had. Ja, die had een Romeins gevuld. Ja, die Romeins hadden. Van een vrouwtje, maar dit is inderdaad zo'n speciaal... Je leert wat bij namelijk. Mensen die vertellen je dan, als je munt, die werd vroeger uitgegeven als je naar een bordeel ging, dan kon je met die munt het bordeel in. En hij liet er net eentje zien. Ja. Hey, jullie naar je zien gaat? Ja, prima jongen. Goed, nou, je lacht zegt genoeg hè? Ja. Nou, jullie hoef ik niet te vragen hè? Ik bedoel, die glimlach jongen, dat is gewoon fantastisch. Hé hey, vriendjes. Goed. Jij hebt goed naar je zin gehad? Ja, zeker. Hartstikke mooi.
volgende keer weer mee? Dat denk ik wel. Ja. Oké. Nou, iets groter tent groot. Iets groter, dan moet jij nu zelf verzorgen. Of misschien wel leuk. Matthijs, misschien is het wel leuk als we een hele grote boogtent meenemen. En dan kunnen we met z'n allen in één boogtent. Al die kerels bij elkaar. Oh, heerlijk jongen, heerlijk. Het is een mooie lege tent hier. Het is een lege tent. Dan heen misschien wel regen voor jou. Ja, dat bedoel ik. Ja. En dan gaan we gewoon met z'n allen lekker op zo'n stentje liggen. Toch? Gezellig. Goed zo. Zijn er nog meer militairen? Ja. Ja, naar Zee gaat? Ik heb er heel erg naar Zee gaat. Goed zo, goed zo. Jij naar Zee gaat? Nee. Heb jij het naar je zin gehad? Ik denk het. Ja. Het is een beetje donker, maar... Ja, een beetje verraderlijk. Oké. Hartstikke goed dan. Ja. Oh. Heren, hebben jullie het goed naar je zin gehad? Te gek. Tijdens de reis. Top weekend, ik geef op de balk. Top weekend. Ja. Avonden waren zwaarder. Goed zo, dat horen we graag. Wat? Nou, avonden waren zwaar? Wim, hebben we het ook naar je zin gehad, zei hij? Ik heb prima naar mijn zin gehad. Oké. Okay. Nou ja. De volgende keer nemen we een lege tent mee, heb ik net gehoord. Ja, zo'n hele grote. En we zijn alle in het lege tent. Dat is een grote lege tent, ja. Dat wat minder privacy. We zijn alle erin. Nou, pauzetje geweest. En we hebben allemaal wat ingeslagen voor onderweg. Even lekker burgertje. Niet bij de Mac geweest, we zijn niet bij de Mac geweest, schat. Nee, echt niet. Nee, echt niet. Ik heb geen Mac. Nooit doen, nee, heb ik je beloofd. We gaan niet bij de Mac. Ik heb geen Mac gezien, zeker niet. Nee. Er was van alles te koop daar zo, dus. Onze nieuwe vrienden willen picture. Allemaal klaar jongens, we gaan rijden. Heb ik idee. Ja, we staan er weer. Allemaal in de club lounge. Ja. Yeah. Nou, ik mag hem gaan. Hey, daar zitten we weer, hè? Zeker. Club lounge, relaxed en Rietza. Heren. Hey, smakelijk allemaal, hè? Tot de volgende keer. Kijk, dat is gedaan. Ik ben aan de wc geweest, ik heb er niks van gemerkt. Rustig. Wat een ratten, joh. Ja, ja, nee, ratten, dat is joh. Echt een ratten. Echt. Amsterdamse ratten. Amsterdamse ratten? Ja. Niet op Rad Amsterdam. Ja. Wie? Ja, maar ik heb het niet gedaan. Niet? Ik zweer het aan mevrouw. Oké. Nee. Oh jeetje, die boot gaat heen en weer, maar daar was ik al bang voor. Volgende stukje, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een reactie achter op het filmpje. En ja, vertel wat je misschien graag in de toekomst zou willen zien. Dan ga ik mijn best doen om dat op beeld te zetten. Ja, houdoe! Yeah.